U heeft het ons niet makkelijk gemaakt. Want alle werken die hier hingen hebben op zich kwaliteit. Ze waren heel verschillend in techniek, in uitstraling, in voorbeeld. Maar ze hebben allemaal kwaliteit. Ook in leeftijd van de kunstenaar. Want we hebben gezien dat er ook een meisje van 10 jaar bij was. Verder vond ik het heel leuk om te zien dat de prins van Oranje morgen, koning Willem-Alexander, ons er ook weer weet te inspireren tot kunstwerken. Niet alleen zijn moeder, maar hij weet dus kennelijk ook op te wekken tot kunstwerken. Ja, toen was de vraag voor ons, wat doen we nou? Een icoon, dus een Staatsieportret zeg maar, of een goed kunstwerk? Het beste kunstwerk wat erbij is. Nou, daar hebben we dus heel lang over gediscussieerd, want er waren er uiteindelijk 2... waarvan wij vonden dat ze allebei heel goed geschilderd waren. Gewoon lekker met de kwast, lekker de verf behandeld. Het ene was een traditioneel portret, waarin weliswaar de kleuren oranje en geel en bruin overheersten. En het andere was een portret wat meer experimenteel is, waar juist niet het rood, wit, blauw, oranje in voorkomt. En ja, we hebben toch na lange afweging, zorgvuldig beraad, hebben wij besloten om toch te gaan voor wat wij vonden het beste kunstwerk. Zullen we onthullen? Wil je het onthullen of zal ik eerst zeggen wie het gemaakt heeft? Nee, ik wil het eigenlijk onthullen. Ga maar onthullen. Ja. Wilt u de mannen, willen u bij? Ja, de mannen. Wacht nog heel even. Wilt u nog heel even staan en wilt u nog even zeggen, en we maken het nu bekend of zo, dat dit eventjes... Wacht even, nog even met z'n drieën zo volgen. Ja. Uiteindelijk zijn wij het dus als jury eens geworden. En wij hebben besloten om de prijs toe te kennen aan het kunstwerk dat nu onthuld gaat worden. Door de mannen. Door de mannen. Dit is het kunstwerk van Ank ter Kuile. Misschien kan zij even naar voren komen. Ja, dat is leuk zeg. Enig. Bent u het? Ja. Oké, nou, gefeliciteerd namens ons allemaal. Nou, en dan mogen we de bloem overhandigen. Dus dat wordt door veel mensen gezien. Ja, ja. Nou, wat wij leuk vonden is de kleurkeus, de manier waarop u het geschilderd heeft. Het zit lekker los in de verf. Het oog, de neus en de mond vond ik heel goed. We hadden nog even discussie over de rood-wit-blauwe hand, want dat is eigenlijk het enige rood-wit-blauw wat erin zit. En ik zei, en uiteindelijk was Joep het daarmee eens, die hand symboliseert ons allemaal. Dat is het Nederlandse volk wat hem de goede kant op duwt. Nou, dat is leuk bedacht. Dat is eigenlijk Beatrix die hem behoedt. Het is wel wat gedaan. Dat was mijn eerste Maxima met die hele lange en een beetje scherpe vingers. En Beatrix heeft die lekker, daar heb ik die kleine hand, want dat zijn die lekkere worstenvingers. En met een oranje nagel en Maxima tot knal. Dat was onze eerste discussie. Maar ik vind het ook heel erg dat Maxima, hij zei Beatrix, maar toen ineens het nee, dat zien we helemaal verkeerd. Dat zijn wij, die hand zijn wij met z'n allen. Nou, is het leuk dat er uitgehaald wordt. Ja, nou ja, het is natuurlijk niet een traditioneel portret. Een portret is ook niet af. Maar ja, hij is als koning ook niet af. Hij begint morgen nog maar net. Hij moet het nog even waarmaken. En dan maak ik nog een echt. En dan kunnen we het invullen. Ja. Nou, zo ben ik al mee bezig. Okay. Dus jouw portret heeft een heleboel stof tot overdenken en praten. En dat is een van de redenen waarvoor we gekozen hebben voor dit werk. Nou, ik vind het zeker leuk. Nou, bent u een beetje bent u verrast? Ja, ik ben verrast, omdat ik zelf dus ook had van het is natuurlijk niet een statieportret, het is niet af. Maar zo zie ik dat ook niet, jij moet het eerst nog maar eens waarmaken. En dan ga ik, hij is al in de maak, het echte statieportret. Dus dat is wel grappig. Ja. Dus ik had het absoluut niet verwacht, nee. Maar je komt het te hangen, hier. Hartstikke leuk. Nou, we hebben een winnaar en jullie dank voor jullie inzendingen, dus bedankt. Ja. Applaus. Ja.